Triens naar Doekas. Of naar Van der Vuurs de Vries. En ook de Hammers staan op het scorebord. 2-2. Daar goed gebruik van gemaakt door Caleb. Ja, die kan gewoon schieten. Dus dit is ook een open schot voor Koen. Goed, een goede close-out van Warner. En Koen die hem netjes wegdraait en een lay-upje maakt. Keurig. Een balscreentje. Felix wordt gehedged door Shaquille. Waardoor het helemaal open lag onder de basket. En Koen goed backdoor liep. Ja, geforceerd schot afgedwongen. Goeie paas naar Stolken. En mooi gespeeld dit. Hele mooie aanval van de Hammers. Dit is hoe je het balmovement wil zien. Goede strip van Boyd. En daar is weer een fast break kans. Ja, daar gaat Doekan voor zijn eerste score. Mooi gemaakt zeg. Ja, het is wel nuttig dat zo'n jongen nog van de bank kan komen voor hem. Want ja, dat was wel denk ik een beetje hun grootste uitdaging. De breedte van de selectie. Hij wil zo graag. Hij wil zo graag. Ja. Dit is een goede paas. Nog een rebound. Dus... Mooi bal. Nou, dan moet het nu wel gaan gebeuren. De Pachter. En een mooie crossover in dat handje van hem, wat zo handig is. Ja, en dan is het toch 25-21. Kun je aan de voorsprongetje gaan werken. Daar is Diculescu. Paasje richting... Naar lievelingshoek en ook raak. Ja, hoor. Mooi score. Hij krijgt die bal alsnog. Mooi gespint. En dan mist hij toch. En dan is daar Diculescu met een goede rebound. Teriens, ja, en dan moet dit een makkelijke dunk zijn. En ja, dat is het ook. Oeh, dat was een deze raar. Bedoel ik. Die is ook een keer, ja. Ook keer mogelijk. Goeie paas. Koen die Landstede toch... Nog levend houdt. De bal innemen, of moet dat doen zelfs. Ging net goed. Dat is een slechte hand van de Pachter. Dan is Diculescu daar alsnog. En die maakt hij mooi. Prachtige bal. Het verschil weer 11. Nou, wat kan Zwolle? Teriens ook voor 3. Hatje. Vanuit de hoek. Mooi bal. Ook een 3-punter, ja. Ja, het zijn van die slordige dingen wij aan het terugdenken. Dat had de bal uit moeten hebben. Goeie score. Mooi. Wordt van de Vuurs de Vries. Maar ik snap wat je bedoelt. Hij deelt de lakens wel uit, die Ross. Ja. En hier ook weer een keurige bal. Goeie score. Nou, die staat dan even op. Teriens. Nu ligt de ruimte. Mooie bal. Ja, ja. Goed gedaan van Felix Teriens. Wel leuk. Trainer van Feyenoord ook aanwezig in het... Landstede Sportcentrum. Arne Slot. Die een spannende periode ingaat. Van de Vuurs de Vries. Diculescu. Torreberea. Nou, die moet ook agressief naar de basket gaan. En dat doet hij nu wel goed. Met, ja, die had al veel eerder naar de partij. Ja. Nou, Diculescu. Ook weer een moeilijke oplossing. Voetje op de lijn. Ja. Oh, hij wordt wel voor 3 gegeven. Er zijn nog 11 minuten te gaan, jongens. In een playoff-wedstrijd. Ja, ik verzin het niet. Diculescu, nou, belangrijke score voor hem. Het schotpercentage van Leeuwarden is wel iets gezakt, maar niet heel veel. Met 3%. Het is 67%. Dat is natuurlijk absurd hoog. Eindelijk een steal, hè? Ja, bal verzwollen. Ja, dit is wat je wil zien, wat gretigheid. Nee, totaal niet. Nou, de Pachter aan. Moet hem krijgen. Ja, die moet hem nemen ook. En maakt hem. Oh, die is even belangrijk zeg. Verschil terug naar 8. De kans, de ruimte ligt dan naar de basket toe. Zelf. Juist. En 1 van Ralf. Met rechts ook. Gebeuren. Diculescu naar de Pachter. De veteraan. 1 tegen 1. Ah, jongen. Ja, okay. Ja, prima. Koen is vrij. Inderdaad. Ja, prima. Goed gespeeld. We gaan. Ja, nu moet het schot wel komen. Dat gaat de Pachter nemen, wou ik zeggen. Toen was ze die... Oh, een bal! Kom. Misschien omdat... Oh, dit is goed. Teriens. Ja, dank u wel. Nou, nu is het verschil 4. En daarna krijgt hij er denk ik nog een keer 1 of zo. Ja, zie. Dus gewoon... Dit kan hij wel goed. Dus... Oh, dat kun je wel zeggen.